Zo, vandaag heb ik een Siamese klaver gevonden. Hij bevat twee stammen die aan elkaar gegroeid zijn. Dat is een Siamese tweeling. En ze vormen samen een klavertje 6. Of een klavertje 4 met een klavertje 2. In ieder geval een zeldzame mutatie. We hebben een klaver 5 gevonden, maar deze hebben we nog niet gehad. De Siamese klaver. 2 en 4 in 1. Maar is dat niet raar? Vooral dat die stammen aan elkaar gegroeid zijn gewoon. Bizar plantje. Nou, in ieder geval weer een bijzondere vondst voor de aquaponics Gerdam. De klaver 4 in 2. 2 in 1, waar 1 van 4. En die andere 2 of... misschien allebei klavertjes 5 en 1 of 2 en 2. Wie weet.